dit is een kop met koffie. Deze kop met koffie wordt mede mogelijk gemaakt door trainer Stevie. Waarom? Omdat het in een Eevee-mok mede mogelijk gemaakt is. Waarom hebben jullie op deze video geklikt? Jullie willen Among Us zien. Jullie zien in de titel zien jullie Among Us staan. Heel erg duidelijk. Hoezo Among Us? Hoezo speel ik Among Us? Hoezo speel ik een spel dat al 2 jaar geleden dood is gegaan omdat niemand het meer speelde omdat het alleen maar modderd was? Kom op, het is fun. Het is echt fun. Wil je fun? Wil je bewijs? Hier, ik laat het je videootje zien. Ik bedoel serieus, ik ben nog niet eens een imposter in deze video, maar iemand probeert mij te framen. En als iemand mij probeert te framen, dan pak ik de ziel en dan pak ik de en in ieder geval, ik verdedig mij eigenlijk best wel goed. Tenminste, vinden jullie ook? Kijk mee. I don't want to be the imposter first round. Don't let it be me. Dan doe ik het wel. Nee, de knop staat nog langer dan de keelkoene. Eén torf is shiny. Je bent in de tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, laatste ronde. Vast. Oh leuk, ik ben eentje neer. Dat is dan leuk, dan kan ik gelijk in venster duiken. Kom hier, kom hier, kom hier. Hallo, kom hier. YOLO. Boink. Ik bedoel, waarom ook niet, weet je wel? Wordt er nou gelijk op een knop gedrukt? Ik zag Stevie vent! Dat zou hilarisch zijn als ze echt nou... Kijk, waar moet ik eigenlijk allemaal naartoe? Oh, ik moet even benzine vullen, waarom ook niet? Ik heb geen idee trouwens wie de moordenaars zijn. Het is het leuke van Among Us. Ze doen de lampjes uit. Klik, 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 klik. Oké. Ta-ta-da-ta-da. Niemand komt. Ik ben hartstikke dood. Als er iemand heen gaat... Ik doe nou wat wijs hier. En ja, daar hebben we hem al. Ja, shiny! Hè? Ja? Yep. Shiny! Zelfreport. Waar? Admin. Oh, je hebt zelfreport gedaan in admin? Ja, in wens, aangezien wij niet op de emergency knop drukken, ga je maar een zelfreport doen. Nou, ik zag een engel weglopen in admin. Oké, dan hebben we een shapeshifter, want ik was bij weapons. Kan iemand dat confirmen? Ja, ik kan het confirmen. Ze was bij mij met weapons de meteorite aan het doen. Oké. Want ik zat... Oké, ben jij nou met mij ingelopen? Je was nog met mij ingelopen? Ik ben met mij ingelopen, ja. Heb je daar waarom kan niemand de lampen fixen, jongens? Waarom litten jullie mij dat helemaal alleen doen? Wat heb je daar gedaan? Dat ik een mijlenver vandaag. Ik kan me niet herinneren wat je daar nou ook weer gedaan had. Ik heb alleen maar de sample aangeklikt. Okay, ik heb daar niet een scan gedaan. Want Bianchi Boy die was ook in met mee met ons. Of tenminste, die is... Toen ik binnenkwam lopen was Bianchi Boy er ook. Ja, maar die is nou doodgevonden in admin. Ik heb niet opgelet wie er samen met ons daar zat. Het kan ook een shapeshifter geweest zijn, maar... Ik was een shapeshifter! Ik keek op Vitals en ik zag dat Marky Boy echt net dood was toen ik keek. Ja, toen ik keek was hij ook al dood, want ik was vast download. Maar toen keek ik op Vitals. YOLO, waarom ben je zo stil erover tot ik juist voor je neus in een vent dook? Waarom zeg je daar niks over? Omdat ik hoogstwaarschijnlijk ben je engineer en dan... Dat hoop je maar. Het is toch wel belangrijke info dat als je iemand gezien hebt die dat doet, om eigenlijk nog wel door te geven. Ja, dat is waar. Nee, daarom geef ik het bij deze door. Maar in ieder geval, ik ben een engineer, want ik heb de lampen gefixt en niemand kwam me helpen, verdorie. Vond je het wel leuk? Ik stond nog op de petscan, sorry hoor. Hey! Hey! Hey, dat hadden we niet afgesproken. We zouden op Shiny stemmen, verdorie! Ja! We blijven hier nou! Weet je wat ik ga doen? Gewoon uit zoete wraak heb ik gewoon echt zoiets van... Ik ga gewoon op dit knopje drukken zo. En ik ga hier de vent gebruiken. Hoppakee. En ik ga gewoon hier naar binnen toe zo. Hoppa! Uh-oh. Uh-oh. Okay. Simon says, here we go. Don't you dare. Ik weet nog niet eens wie dat er bij me staat.
Ik vertrouw Shiny niet. Oh boy. Oh wacht, ik kan geen vents gebruiken op het moment dat. Oh, ik vind jou eng. Ik vind jullie allemaal eng. Oké. Thomas, don't you dare. Thomas, don't you dare. Thomas, don't you dare. Thomas, don't you dare. I'm just fixing my wires. Don't you dare, Thomas. Nee, geen zin in. Knop drukken. Don't stop me. Ik heb nog zoveel te doen en zo weinig tijd. Iemand is dood. Iemand is hartstikke dood. We zijn er allemaal naar op zoek naar. I just did that. Zie, ik wist het. Jongens, ik heb een vermoeden dat het niet Angel is. Nee, het is een het is een shapeshifter, want ik zag Angel opnieuw. Dat het shapeshifter was, dat wisten we ondertussen al. Maar wacht even, dus Angel heeft zelfmoord gepleegd? Wauw. Oké. Volgens mij, maar de body lag in het begin van Erectical. Oké. Ik kwam Shiny tegen aan de andere kant. Die kwam van Lower Engine volgens mij. Uh-huh. Shiny, kwam jij van Lower Engine? Shiny! Ja, ik weet de namen nog niet zo goed. Oké, linksonder. Linksonder. Ja. Oké. Ik probeerde te helpen met comms. Maar dat heeft Mimmy al gefixt. Ja, bij Koms was iedereen even op dat moment. Ja. Ik was aan het raidshippen van Simon Says. Ja, ik stond ook bij Simon Says. Ik heb Shiny daar gezien op het moment waar communications weg, toen ben ik die kant op gegaan, toen heb ik iedereen daar gezien. Iedereen, volgens mij behalve Angel. Ik weet niet of Angel daar toen ook nog in leven was. Nou, de laatste keer dat ik Angel gezien heb, zeg maar, stonden wij bij Admin, maar de deuren zaten dicht, dus we konden ergens heen. Toen ben ik, zeg maar, via storage naar Lower Engine, naar security gelopen om even op de kamers te kijken. Toen gingen de comms uit. Het is Thomas. Ben ik teruggelopen, zag ik Divi uit de reactor komen en... Thomas heeft gewoon zelf gereport als Angel. Nee. En waarom niet dan? Het zou toch een perfect play zijn, laten we eerlijk wezen. Ja, maar ik kan precies zien wanneer iemand dood is. Ja, dat zou ik ook... Ja, natuurlijk kun je dat zien op het moment dat je een moord pleegt. Nee. Ik kan vitals checken. Ja, dat kan ik ook als ik moorden kan plegen. Nou, bedankt. Hey! Hey, ik heb ook een stem! Hey. Oh, wacht, dat is verkeerd. Padapan, ik val hier even in het gas. Oh, gadverdamme, zegt die koffie die valt verkeerd. Dus heb ik hier nou ook wires? Hallo, Thomas. Oink. Hey, Thomas. Oei. Wie zit er aan de camera's? Het is een Cave Johnson. Oké, Cave, wat ga je doen? Helaas, Stevie. Nee. Ik ben engineer. Ik zag jou, Matt. Jij bent het, Cave. Hele mooie jump in die vent, inderdaad. Ja, bij security ben ik inderdaad gevent, want ik zag jou op de camera zitten. Oh, trouwens, je hebt een microfoon. Jij mag eens praten. Ja. Beschuldig me maar. Kom maar. Ik ben er bang. Ik zit mooi op de camera's, inderdaad. En ik zit nog mooi in het camera-schermpje. En Stevie dacht dat ik daardoor een kill op Fluff niet zou zien. Aha. En springt
de vent in precies nadat ik de camera weer uitstap, waardoor ik hem net aan heb kunnen zien in de vent te springen. Jongens, hier zit een probleem in Cave Johnson's verhaal. We zijn nog met z'n vieren. En als jullie mij eruit stemmen, kan ik jullie alvast vertellen, dan wint Cave Johnson, want er zijn er nog maar drie. Ik heb inderdaad Cave Johnson samen met Fluff in security gezien. Cave Johnson die zat aan de camerabeelden. Op het moment liep hij naar beneden toe. Fluff was daarbij en ik spring in de vent, want ik ben engineer. En dat kan Yolo Thomas, kan dat bevestigen, want die heeft mij al eerder gezien. Nou ja, hij kan bevestigen. Op dat moment wordt er een moord gereport. Op dat moment wordt er een moord gereport. Dus of jullie geven de game aan Cave Johnson, of jullie weten het niet zeker en jullie hebben echt zoiets van, hey, ik ga hier deze discussie niet in. Ik skip. Gaan we gewoon task doen. Wachten we op de volgende kill. En dan kunnen we alsnog foten, want ik ga niet killen. Daar hou ik niet van. Beetje bloederig. Of we stemmen nu Cave Johnson er ook uit. Dat vind ik ook goed. Wat hebben jullie het liefste? Shiny, Yolo Thomas, ik laat het over aan jullie, want ik word nu hard beschuldigd. Wat denken jullie? Dat is een hele mooie gedachte, maar ik moet toch iets meer hebben. Ik zou echt niet weten dat een skip vote misschien inderdaad een idee is, maar ja, Stevie heeft hier echt gewoon... Nee, Cave heeft hem gedaan. Maar ik zal heel eerlijk zijn, ik doe nu skip vote, ik geef het aan jullie. Cave Johnson die vote op mij, dat weet ik 100% zeker. Dus als jullie me eruit willen hebben, ja, dan geef je de game aan Cave. Goed zo, jongens. Cave Johnson sure sounds suspicious. Hallo. Hallo. Niemand dood? Mooi. Dus Cave, jouw timer is weer mooi gereset. Oh, wat ben ik een klotenbeentje. Dus probeer jij mij nu te framen? Nee, ik frame. Jij probeert mij te framen. Jij bloedt van Fluff aan je handen. Wat een mooie discussie is dit. Ja, nee, dat weet ik. Jongens, kijk, nogmaals, ik vind een dubbele skip vind ik helemaal niet erg. Ik skip wel nog een keer. Hebben jullie meer tijd? Want ik weet nu, de imposter kill tijd, die is gereset. Ja. Oké, dan. Nog keer, omdat ik wist dat er geen niet genoeg zekerheid bij jullie was, wist ik ook, het is beter inderdaad om te skippen. Als ik niet geskipt had en Stevie had eruit gevoot, dan hadden we al gewonnen. Nee, dan hadden jullie niet gewonnen. Helaas gedaan. Dat want we ik was gewonnen. Bang dat Stevie weer te overtuigend over zou komen. En dat hij weer een geniale imposter mij eruit wist te trappen. Zoals de vorige keer. Waarom, dus waarom ik dacht inderdaad, skip vote is het beste. Had ik dat niet gedaan, dan hadden we al gewonnen. Cave, ik had heel makkelijk... Ik kwam jou tegen bij admin. Daar ben ik jou weer tegengekomen. En ik ben rechtstreeks naar de knop toe gelopen. Waarom zou ik niet eerst even op zoek gaan naar iemand anders om te killen dan? Just saying. Ik druk op de knop om de timer te resetten. Oh, wat een imposter ben ik. Simpelweg dat wij elkaar daar tegenkwamen, dat is... Ja, je zou het kunnen zien als een mooi moment om elkaar te killen, maar je probeert mij te framen, dus natuurlijk kill je mij niet. Jij begon met mij te framen, want jij hebt Fluff gekild. Maar Stevie... Ja, zegt die Shiny. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het wel een beetje sus dat jij op de knop drukt om gelijk weer te gaan skippen. Nou, dat doe ik omdat je weet dat je een cooldown hebt op de killknop, weet je wel? Ja. En op het moment dat je op die knop drukt en we gaan weer opnieuw, dan is die killcount die is gereset. Dus hebben we meer tijd voor de tasks. Zonder dat er een kill gedaan kan worden. Dus ik heb mijn twee downloads gedaan.
En ik ben gelijk naar de knop toe gegaan. Mijn eerste die was in communications. En van communications ben ik naar admin gegaan. En van admin ben ik naar de knop toe gegaan. En toevallig kwam ik Cape daar tegen. Dit is echt wauw. Ja, inderdaad, wauw. Daar rest my case. Ja, nogal. Ja. Wat ik al zei, ik ben geen goede imposter. Ik faal altijd wel ergens mee. Ja, ik dacht echt van dat Stevie het was. Sorry hoor. Het probleem was, ik deed het veel te vroeg. Ik had het moeten doen wanneer mijn cool timer... Maar ja, ik zag jullie heel mooi bij elkaar, dus ik wou heel mooi dat jullie mij beide als Stevie gezien hadden. En hoopte dat Stevie nog aan de andere kant was. Nee. Niet ja. Helaas. Helaas. Mimé. Ik weet dat ik het gisteren gedaan heb, maar je moet iets beter worden in imposter zijn om dat te flikken. Ja, dat weet ik. Ik ben ook niet zo heel goed in imposter zijn. Ik vind het heel gemeen van je om mij als mezelf te killen. Good luck, everyone. Nice. Good luck, everybody. I'm a little bit scared, but okay. I'm probably going to get friends again. Oh, hi. Dit is awkward. Interessante D20. Video is over. Gefeliciteerd. Je bent tot einde gekomen. Vond je hem leuk? Een like achter. Weet ik dat je hem leuk vond. Vond je hem niet leuk? Nou ja, kan ik moeilijk zien. Dankjewel, YouTube. Wil je nou ook een keertje gezellig meedoen met een van deze spellen? Wij hebben een hele leuke community. Link daarin staat natuurlijk in de beschrijving beneden. Wat doet daar die beschrijving? Daarin kun je een link vinden van onze Discord. En natuurlijk onze Discord, die is er voor onze community om gezellig games met elkaar te kunnen spelen, te gezellig te chatten of misschien zelfs te kunnen livestreamen. Want ja, ik doe ook livestreams op Twitch. Die staat daar ook ergens. In ieder geval, bedankt jullie voor het kijken. Er komt nog meer van deze content aan, want we hebben een hele leuke sessie gehad. En ik was best wel sus. Ik bedoel, daarvoor zou je dus eigenlijk moeten blijven bij de volgende... bij de volgende aflevering, maar dat komt dan wel. In ieder geval bedankt voor het kijken en ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende. Doei! I think I broke something.